Vandaag ga ik het hebben over de wetten van Kirchhoff en aan de hand van de wetten van Kirchhoff wil ik een aantal vergelijkingen afleiden die je kunt gebruiken bij serie en parallelschakelingen. Dus naast dat we het gaan hebben over de wetten van Kirchhoff, ga ik het ook hebben over serie, parallel en gemengde schakeling. Er zijn twee wetten van Kirchhoff en de eerste wet is de zogenaamde stroomwet van Kirchhoff en die zegt officieel dat de som van alle stromen gelijk moet zijn aan 0. Nou, dan, daar heb ik wel een paar kanttekeningen bij. Ten eerste moet je eh, daar wel bij bedenken dat je altijd kijkt naar een knoop, naar een punt waarbij je eh, meer dan twee stromen hebt. Dus eigenlijk een punt waarbij een stroom zich splitst in twee deelstromen, of eh, waarbij een aantal deelstromen samenkomen. En eh, in de praktijk. Als je dan zo'n knooppunt hebt uh, gedefinieerd, zeg je dan tegen jezelf het volgende. Er moet evenveel stroom het knooppunt inkomen als dat er in totaal uitgaat. Dus I in is I uit. Wat houdt dit nu in? Dit houdt het volgende in als je te maken hebt met een parallelschakeling. Namelijk dat die totaalstroom, de stroom die het knooppunt inkomt, even groot moet zijn als de optelling van alle deelstromen die eruit komen. En ik heb er hier nu twee getekend, maar uh, aan dat uh, plus puntje, puntje, puntje kun je zien dat deze uh, vergelijking ook geldt wanneer je te maken hebt met meer dan twee deelstromen. Heb je nu geen knoop, heb je nu eigenlijk maar één stroom, dan geldt uh, de volgende vergelijking, die geldt dus voor serieschakelingen, waarbij de stroom zich niet splitst. Dan kun je zeggen dat de, 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 de grootte van de stroom... ...in alle punten gelijk is aan elkaar. Dus I totaal is dan gelijk aan I1, is gelijk aan I2. De tweede wet van Kierhoff is de zogenaamde spanningswet van Kierhoff. En de spanningswet van Kierhoff luidt dat de som van alle spanningen gelijk zijn aan 0. En ook hier zijn er weer een aantal belangrijke punten die je niet moet vergeten. En het eerste is dat je altijd bij de spanningswet te maken hebt met een kring. Je moet een rondje lopen. En wat de spanningswet van Kierhoff eigenlijk zegt is... Dat dat wanneer je een rondje loopt, je evenveel spanning erbij moet krijgen als dat je eraf uh, ziet gaan, en je uiteindelijk bij dezelfde spanning uitkomt als dat je begint. Als je een kring maakt, kun je natuurlijk twee kanten op, en uh, we gaan ze even allebei kort bekijken uh, voordat we gaan kijken welke uh, vergelijkingen we er nu uit kunnen halen. En De eerste kant die we op kunnen gaan is uh, in het plaatje met de klok mee, en dan gaan we dus ook met de stroom mee. En op het moment dat je in de richting van de stroom beweegt en je gaat door een batterij heen of door een uh, spanningsbron, dan zal je spanning toenemen. Ga je in de richting van de stroom door een weerstand heen, dan zal de spanning afnemen. En in deze situatie, als je ook door de tweede weerstand gaat, dan uh, ben je weer uiteindelijk op dezelfde spanning uitgekomen als dat je begonnen bent. Niets houdt je tegen om uh, andersom te redeneren dat je dan een uh, kring maakt, maar tegen de stroom ingaat. En als je tegen de stroom ingaat, dan geldt het volgende: wanneer je door een weerstand gaat tegen de stroom in, dan zal de spanning toenemen. Ga je door een batterij tegen de stroom in, dan zal de spanning afnemen. En uiteindelijk kom je ook weer op hetzelfde punt uit. We gaan deze spanningswet van Kirchhoff eens uh, toepassen op uh, een serieschakeling. En een serieschakeling ziet er zo uit. Wat zegt nu de spanningswet van uh, Kirchhoff dat wanneer je een kring maakt, je evenveel spanning verliest als dat je erbij krijgt? En in de praktijk houdt dat het volgende in: dat de totaalspanning gelijk is aan de deelspanning U1 plus deelspanning U2. En ook deze wet geldt weer wanneer je ook te maken hebt met meer dan twee uh, deelspanningen en meer dan twee weerstanden. Parallelschakeling krijg je deze situatie. En dan zul je zien dat de totaalspanning gelijk is aan U1 en ook gelijk is aan U2. Want ik kan nu kiezen welke kring ik ga maken. Ik kan de kring door U1 maken of door U2. In allebei de situaties ga ik maar door één weerstand heen, dus ik moet dan al de spanning van de batterij daar afgeven. Het lastigste is wanneer je gaat kijken naar de weerstanden in je schakeling. Hoe zit het met de weerstanden wanneer ze in serie staan en wanneer ze parallel staan? En ook dat gaan we bekijken aan de hand van de twee wetten van Kirchhoff en ook aan de hand van de vier vergelijkingen die ik net al heb afgeleid voor uh, stroomsterkte en spanning. Ik heb hier uh, getekend een serieschakeling met twee weerstanden die in serie staan, en ik kan nu gaan uitrekenen de totale weerstand van die twee weerstanden bij elkaar, en die is eigenlijk altijd gedefinieerd als de totale spanning, en dat is eigenlijk de spanning van de batterij, gedeeld door de totale stroomsterkte. Maar ik heb net al gezien dat die totale spanning dat ik die kan zien als een optelling van u1 plus u2. Dus ik kan mijn vergelijking ombouwen tot deze vergelijking. En ik kan dan ook nog vervolgens concluderen dat de totaalstroom gelijk is aan de stroom door eh, weerstand 1 en ook gelijk is aan de stroom door weerstand 2. En ik kan dus mijn uh, breuk in twee kleinere breuken uh, zetten. Ja, waarom doe ik dit? Omdat ik nu eigenlijk heb staan u1 gedeeld door i1. En U2 gedeeld door I2. Dat zijn de definities van de twee weerstanden R1 en R2. Dus ik kan uh, tot slot kan ik deze vergelijking opschrijven. Dat de totaalweerstand bij een serie schakeling gelijk is aan R1 plus R2. En ook hier geldt heb ik meerdere weerstanden meer dan 2. Dan mag ik die ook gewoon allemaal erbij optellen. Hoe zit het dan bij weerstanden die parallel staan aan elkaar? Nou, kijk naar nou dit plaatje. Ik heb eventjes uh, twee deelstromen ook een naam gegeven, i1 en i2, omdat ik weet dat ik ze dadelijk nodig heb. Wat geldt bij weerstanden die parallel staan, uh, is het volgende. En ik ga nu niet kijken naar de weerstand, maar ik ga kijken naar de geleidbaarheid. En de geleidbaarheid is gelijk aan 1 gedeeld door de weerstand. En de totale geleidbaarheid van het uh, systeem van de parallelschakeling is gelijk aan i totaal gedeeld door u totaal waarbij ik uh, bij uh, deze schakeling kan concluderen dat I totaal bestaat uit twee deelstromen I1 plus I2 en ik kan ook concluderen dat U totaal gelijk is aan U1 en ook gelijk is aan U2 en dan kan ik het vereenvoudigen tot deze twee breuken en nu kan ik zeggen nee, wacht eens even I1 gedeeld door U1 dat is precies de definitie van de geleidbaarheid van weerstand 1 en hetzelfde geldt voor I2 gedeeld door U2 dus Wanneer ik weerstanden parallel heb staan, dan mag ik de geleidbaarheid van al die weerstanden bij elkaar optellen om de totaal geleidbaarheid te krijgen. We gaan ook nog even kijken naar een gemengde schakeling. Ik heb expres niet de allermakkelijkste gepakt. Ik heb een schakeling gepakt met vier verschillende weerstanden. We hebben hier eh, niet te maken met een puur serieschakeling en ook niet met puur eh, parallelschakeling. Dit heet dus een gemengde schakeling. En met die twee wetten van Kirchhoff en natuurlijk met de wet van Oom, die je eigenlijk altijd ook nodig hebt bij dit soort situaties, kun je toch heel veel dingen zeggen over deze gemengde schakeling. En het helpt dan om te gaan kijken naar het, het kleinste stukje schakeling die je makkelijk kunt uh, gaan bestuderen. En in deze situatie zijn dat die twee weerstandjes, uh, weerstand 3 en weerstand 4, die staan parallel aan elkaar. En dan kan ik het volgende opmerken. Ik kan opmerken dat de spanning over allebei de weerstanden gelijk is aan elkaar. En ik weet ook meteen dat die uh, deelstroom 2 wordt opgesplitst in uh, deelstroom 3 en 4. Maar dat het volgende geldt, dat 3 en 4 even groot moeten zijn als deelstroom 2. Deze twee weerstanden, 3 en 4, staan samen eigenlijk in serie met weerstand 2. Dus als ik uh, dit nu ga bekijken als een serieschakeling, kan ik ook weer wat dingen zeggen. Dan kan ik het volgende opmerken, namelijk... Dat die twee spanningen U2 plus U3 even groot moeten zijn als mijn totaalspanning. En hetzelfde geldt voor de spanningen U2 plus U, U4. Ik kan ook het geheel bekijken. Dan krijg ik eigenlijk weer een soort parallelschakeling. En dan kan ik zeggen dat de totaalstroom gelijk is aan de deelstromen I1 en I2. En ik zie eigenlijk ook al meteen dat de spanning die staat over weerstand 1 even groot is als de totaalspanning. Samenvatting: wat hebben we gezien vandaag? We hebben het gehad over de spanningswetten van Kirchhoff. Er zijn er twee: de stroomwet waarbij je kijkt naar een knoop en de spanningswet waarbij je kijkt naar een kring. En met behulp van die spanningswetten zijn een aantal vergelijkingen af te leiden die gelden in een serieschakeling of in een parallelschakeling. En dat zijn de volgende: als je kijkt naar de stromen, die, dan kun je concluderen dat in een serieschakeling de stroomsterkte overal gelijk is aan elkaar en dat bij een parallelschakeling geldt dat de totaalstroom altijd eh, een optelling is van alle deelstromen bij elkaar. Als je kijkt naar de spanningen, dan eh, is het precies omgedraaid. Bij een parallelschakeling heb ik altijd te maken met eh, overal dezelfde spanning, maar dan geldt weer bij een serieschakeling dat de spanningen over alle weerstanden die in serie staan met elkaar opgeteld de totaalspanning moeten zijn. Kijk je tot slot naar de weerstanden dan mag je de weerstanden van alle afzonderlijke weerstanden in de schakeling optellen om een totaalweerstand te krijgen en bij een parallelschakeling geldt dat de geleidbaarheid, de totaalgeleidbaarheid, de som is van alle geleidbaarheden van de weerstanden.